eerst naar de kleedkamers. Wat? De vloer is pas gekuist, straks kan ik er beginnen. Pascal, dat is nu de tol die je moet betalen als vrouw van een trainer ziet. Je hebt dan toch ook de verdiensten, hè? Ja, de verdiensten van een kuisvrouw en een serveus, dat heb ik, ja. Serveus, geef me dat er eens even aan, want anders moet ik terug door het café. Ik heb er iets laten vallen. Wat heb jij laten vallen? Ik zie ik niks. Ah, wel, dat klot ik hem onder daar. Geef de maat dat onder de douche staat. En het is koud water, hè? Een boiler is kapot. Ja, ja. Zeg maar, dat is al de vierde keer op 2 weken tijd, hè. Kampioen, laat dat eens deftig maken. We betalen toch lidgeld voor iets, hè? Hé, hey, ik zal over u 2 jaar achterstellen, maar zwijgen, hè, waterslagers. Mijn aandeel is in Natura. Kom, haast u, maak u klaar. Binnen 10 minuten is les in tactiek, hè. Ja, zeg, en als wij na die demonstratie bij Frida willen, hè, dan moeten we nu doorgaan. Och, ja. Kom. Ah, Doortje, ja? Wilde jij voor mij een nachtcrème meebrengen? Komt in orde. Zeg, draagt goed zorg voor ons mannen, hè. Ja. En als ze de weg naar huis kwijt zijn, zorg er dan voor dat ze hem nooit meer terugvinden. Kom, Doortje. Je hebt toch geen nachtcrème nodig, hè? Je zei zelf de nachtcrème. Ik wist niet dat een nachtcrème zo kon snurken. Ga je verhuizen? Ja, dat is voor de tactiekles met de video, hè. Toch weer niet in de living, hè. Ja, Pascal, ik kan die video toch niet elke keer uitbreiden. En wat moet ik doen ondertussen? Ah, je kunt het café al wat opkuisen. Er is toch niemand meer? Oscar had dat dan gezegd, dan was ik meegegaan met Doortje en Carmen. Ja, zeg. Ik zal een beetje bij u blijven, Pascalke. Weer een avond naar de knoppen. Zeg, merci, hè. Tactiek, verdomme. La. Als Norman en Paul... Ja, luister, mannen, kom. Tijd is 2 minuten stil. Luister. Op elk petje staat de naam van wie dat je bent. Dus wie dat je op de videobeelden extra goed in het oog moet houden. Van der Linde. Hey, ja. Nog een trompetje in onze mond en we kunnen nieuwjaar vieren, zeg. Mien, waar is mijn feestneus? Mien, waar is mijn feestneus? Zeg, als je je niet gedraagt, dan smijt ik je buiten, hè. Tactiek is even belangrijk als veldtraining. Meester, hij pakt mijn hoedje af. Dat is niet waar, meester, dat is mijn hoedje. Dat is nu gedaan, ja. Ik wil niks meer horen, hè. Dat is beter. Dat is veel beter. We moeten eens horen hoe ze de zot hadden met de kampioen. Allemaal, hè. Het was toch een goede voetballer in zijn tijd. Ja, was. Wat zeg je met een goeie geweest te zijn als je nu niet meer kunt? Allee, kom, laat ons nog eens drinken. Pakt mij de snoeber en pakt u ook iets. Maar zet u dat een beetje bij mij, hè. En pakt u iets goed en wat voor water betaal ik niet. En wel, ik ga mij eens een droge sherry pakken, hè. Ziet je, mannen, ziet je, elke belangrijke aanval begint bijna altijd met een verre uittrap van Prudhomme. Als ik zo ver shot, zit ik in DDT's in een bureau. Xavier, alsjeblieft, hè. Zeg, kampioen, mag ik eens gaan plassen? Het is dringend. Ja, straks, Pico, straks, binnen 5 minuten. Ja. Dus... Dan is het speeltijd. Dan mogen we ons melkje drinken en onze chacha eten. Bon. Saté, slobber. Saté, chérie. Oh. Chérie, dans met mij. Jij hebt ook chance dat zot zijn je zeer doet, hè, Balthazar. Zot zijn. Abel, je hebt gelijk. Ik ben zot. Van u. Hela. Jij vergeet zeker dat ik een getrouwde vrouw ben. Hm? En jij vergeet zeker wat je mij beloofd hebt. Ik heb beloofd? Wat heb ik u beloofd? Ja, toen dat je mij vroeg of ik wou wachten met de huishuur. Dat zal ik niet vergeten, heb je toegezegd. Ja, Balthazar, maar... Kom, dan wil ik je graag toch wel dat we alleen zijn, kom. Maar vraag je ze niet goed met een Oscar? Kan ik elk moment binnenkomen? Oscar. Het is wel een schone nieuwe Oscar. Oh ja, waarom? Als ik zo'n vrouwke zou hebben, dan zou ik ze nogal soigneren. Mijn Oscar soigneert mij toch goed? Hm? Allee, Pascal. We zijn bijna 20 jaar getrouwd. Ik durf wedden dat hij u nog nooit een bijou cadeau heeft gedaan. En jij zou het aan iedere vinger een ring moeten dragen, jij. Mijn vrouw staat niet meer in. En ik wil niet dat mijn vrouw er als de versierde kerstboom bij loopt. Mijn vrouw, allez, dat moet je zorgen. Hoe hebberig klinkt dat weer niet? Hoe bezitterig? Ja, wat moet ik dan zeggen? Onze vrouw? Onze allervrouw? Maar Valskaar, het is al goed, hè? Ja, het is zeker goed. Ik zit mij daar binnen in het zweet te werken om die mannen een basis aan voetbal in zich bij te brengen.
En ondertussen zit meneer en mevrouw te prutsen. Oscar. Of wat garant dat lezen misschien? Oscar, die overdrijven, hè, zeg. Daarbij, als ik u 50.000 frank leen voor uw videocamera te kunnen kopen, dan mag ik toch uw vrouw haar hand eens vasthouden, zeker? Hè? Ja. Je zegt altijd dat je kapitaal met mij in de ploeg wilt delen. Maar als het erop aankomt, hè, dan zou ik mevrouw nog met u moeten delen. Oh, Oscar, nee. Het is al goed, hè. Wel, van nu af aan, dat gezegd? Van nu af aan, nee. Hè, zullen we met mij niks meer moeten delen. Ik zal u bewijzen dat we ook zonder uw geld voort kunnen. Wie gaat je daarvoor meebrengen? Mijn mannen. Die lamzakken. Mannen. Ja. Allee, Pico is nu nog niet genoeg. Het is een kwestie van volhouden, hè. Het is een pure conditie. Ja. Als er iets is waar ik nooit iets van gewaar word, hè, dan is het wel van uw formidabele conditie. De vorige streekrecord, hè, was 149 uren. Ja. Maar ik wil een heel jaar doordoen. Als het is om de bal te bewijzen dat we ook zonder hem kunnen. 149 uren, dat is 6 dagen. Heel ons verlof is eraan. De Verenigde Middenstand, hè, schenkt de club 35.000 frank als ik dat record breek. En de supporters gaan ook nog steunen. Dat is toch genoeg reden om ervoor te vechten? Ik vind dat genoeg reden om te scheiden. Een man die 6 dagen en 6 nachten van huis weg is. En die tv's dan? Die gaat je repareren in je volgend leven, zeker? Zeg, je vermoordt me. Je zou het voor minder. Toortje, je moet me motiveren. Ik klap hier over idealisme en jij begint over tv's? Pico, waarom moet jij ook altijd een held zijn, hè? Ja. Oh, ziet hier. Osh! Allee, wat mankeert er niet aan mij? Ja. Als je ogen in je kop hebt, hè, dan zie je direct waarom dat de kampioen Pico gevraagd heeft. Allee, ik heb toch een sportief figuur? Hm? Ja, vooral hier. Dat is ook van te veel te trainen, zeker, hè? Je weet dat ik kriebels heb. Ja. Hadden we meer karakter gehad, dan had jij opgegeven om dat record te breken. Ja, Pico houdt dat toch niet vol. Die is fysiek is die misschien een beetje sterker, maar tactisch. Je moet je krachten ook weten te doseren, hè. Huh? Ja. Ben jij zo zeker dat hem dat niet haalt? 100%, ja. Huh? Durf je erom wedden? Natuurlijk. Maar wel doet dat dan? Organiseer ook een weddenschap? Allee, dat kan ik toch niet doen, hè? Ah, nee? Nee. Waarom niet? Dat brengt iets voor de club, hè? Degene die winnen, die krijgen dubbel. Dat kan Pico een extra kick geven en wij kunnen dat geld goed gebruiken. Zeg, voor hoeveel heb jij gisteren gekocht? Oh, maar voor 2.800 frank. Parfum inbegrepen, hè? En als jij u ook terugtrekt, hè, dan zijn we met twee. Nee. Ja, maar zeg, je beseft ook dat de Verenigde Middenstand er kan voor opdraaien als Pico Koppers dat record breekt. Wie is de Verenigde Middenstand misschien? Jij en ik onder andere. Ik laat me daar niet aan kunnen, je krijgt rap genoeg de naam van dat Gierigart als je een keer niet mee bent. Ja, maar op die manier steunt je Pico. En hij is toch uw vriend niet? Zeg je al vergeten misschien dat hij met Xavier door uw reclamebord is gereden? Je moet door in mijn voiture eens bekijken. We kunnen wel alleen hopen dat hij die recordpoging niet haalt. Dat zal ons een triomf zijn. We kunnen die triomf een beetje forceren. Hoe bedoel je? Duwtje geven? Sabotage? Dimitri. Zijn jij ooit al eens materiaalmeester geweest bij een recordpoging? Nee. Oh, maar ik heb geweldige ambities. Oela, Geef dat paneel hier, zeg ik, voor de keer dat we nu wat geld kunnen winnen. Wat krijgen we nu?
Was een ideetje van mijn vrouw. Een wetenschap? Dat is toch goed voor de kas? De mensen die denken dat Pico verliest, die kunnen bij Xavier winnen. Dat komt niet in het café, Carmen. Abelan, blijf jij ermee staan op de koer. Kom, ze mogen toch maar 2 uur inzetten. Kom, vooruit. Een schone vriend, zeg jij. Zo'n manifestatie degraderen tot een ordinair kansspel. Kom op. Dat je niet beschaamt. Ja, maar kamp. Beste vrienden, hier is hij dan, uw gulle weldoener, uw voorzitter, Van der Zandboma. Ja, dames en heren, beste vrienden. Zoals iedereen weet is deze organisatie geen BOMA-organisatie. Ere wie ere toekomt. Nochtans blijft BOMA kampioen vriendelijk, nietwaar? Ik ben hier als afgevaardigde van de Vereniging de Middenstand. En de trainerie Dimitri zal mij nu een certificaat onderhandigen van 35.000 frank. Oh. 35.000 frank die zal gestort worden na het breken van het record. Dus ja, beste vrienden, ik zou zeggen nu fin voor ze et place au spectacle. Applaus! Oh. Voorzitter, zouden we voor dat spektakel eerst op ons verdet moeten wachten? De Pico? Is die hier nog niet? Was u dat soms ontgaan, voorzitter? Dat is nu typisch voor de mentaliteit hier, hè, Oscar. Stiptijd en timing, dat zouden de basisprincipes moeten zijn van uw sportief beleid, excuseer. Hè. Ja, en wat meer aandacht voor de spelers en wat minder voor de vrouwen, hè. Dat zou de ploeg ook te goede komen. Ik ben een sociale mens. Ik hou van mensen. Ja, vooral die waar ik moet van afblijven. Ja, beste vrienden, daar is hij dan, onze held, Pico! Ah. Dat hij gesteund is door Slagerij Vertongen, Bakkerij de Voze, Wasserij Trappenwijn, Café de Zoete Inval en Bloemhouders. En zijn het nu oké, Koos? Ah, vergeet het. Kom, Pico, kom. En terwijl onze held op het schavot plaatsneemt, geeft het mij de kans u voor te stellen aan de 2 controleurs die elkaar gedurende de komende dagen zullen aflossen. Hier zijn ze, de gebroeders, Steyer! Ik heb zo lang gezeten. De notto wilde niet starten. Wil je eens kijken? Hela, de materiaalmeester moet bij zijn materiaal blijven. Materiaalmeester? En, beste vrienden. Terwijl onze held de spieren losrijdt, kan u het steunfonds al voldoende spijzen. Wie zet als eerste in? Ah, onze voorzitter natuurlijk. Alle ogen zijn op zijn portefeuille gericht. Maar uit mijn eigen portefeuille deze keer. Het is dus niet uit de kas van de middenstand. Steun ik als eerste met 1000. Steun ik als eerste met 2000 frank. Applaus. En toen we gaan naar. Ik wil vrienden, volg het voorbeeld van uw voorzitter en wees even doel. Tot zeer, Pico. Nu verstand rijden, hè. We geven een ballenleske kampioen. Merci, Pico. Merci, jongen. Moet je nog iets eten? Meneer, doe dat weg. Aandacht, sportvrienden, aandacht. Het grote moment van de dag is aangebroken. Gebroeders Steyer, zijn we er klaar voor? Ja, let op, stilte alsjeblieft. Onze helft moet zich kunnen concentreren. Klaar? 5, 4, 3, 2, 1. Start! Ja! Ja, beste sportvrienden, het eerste uur is voorbij. 10 minuten rust. Alles oké, Pico? Hoeveel maanden moet ik dan nog op koers zijn? Oh, stoffer. 1000 frank. Ja. Je gaat dat dus niet kunnen, hè? Nee, je zult wel zien. Allee, meneer de voorzitter, jij als grote kapitalist, jij hebt toch verstand van speculeren, hè? Hier, Sik, Xavier heeft ook al 5000 frank ingezet. Ja, allee, ook dat bij. 20.000 frank, dat pikken we het niet aan. Ja. En ik betaal na de recordvolging, hè. Wat is stoppen dat je mij zult kunnen uitbetalen. Ja, maar ik schrijf dat op, hè, meneer Boma. Allee, ja, schrijf dat op. Ja, schrijf op, Xavier. Pa, help eens. Ja, momentje, hè. Zeg, hoeveel minuten heb ik nog? 5 minuten. Dus tijd genoeg nog eens te gaan plassen. Pico! Ja!
nog 1 uur om in te zetten, hè, mannetjes? Daar doe ik niet aan mee. Ja. Mag ik ook inzetten? Ah, natuurlijk. Is dat uw idee, Xavier? Ja, zeg, het is toch maar een spel, zeker? Ja, plezant, plezant. Ja, maar, hey, Pico. Laat me, Xavier. Hey? Ik moet op tijd op mijn fiets zitten. Ja, maar... Zeg. Rustig tempo houden, Pico. Rustig tempo houden. Wat? Wat, hè? Hij moet naar het toilet. Ah. Nee, dat mag niet. In principe krijgt hij elke uur maar 10 minuten binnen. Ja, maar als ze nu moet gaan. Deze water. Water, hij moet water hebben. Pascal, geef hem de goede jenever op mijn rekening. Dat kost hier ook nog eens iets. Nee, ik heb al. Daar niet van rekenen, jongen. Er zit vergif in, hè. Xavier heeft voor 54.000 frank gewet dat gij het niet haalt. Allee, kom. Allee, vooruit, kom. Kom, Pico. Fantastisch moment, Pico. Beste luisteraars. En dit na 128 uur op iets meer dan 20 uur van de meet. Houdt Pico het water in? Nee, het loopt wat langs een kind. Rustig drinken, Pico. Rustig drinken. Volhouden, jongen. Allee, vooruit, Pico. Pietje, Pascal. Kom on, jij kunt dat. Jij hebt tegen mij gewet, Xavier. Ja, ik had dat niet mogen doen, maar... Doe niet zo schijnheilig, hè, Xavier. Als jij wint, gaat ons het geld storten, zeker. Mijn winst gaat naar de kas. Dat zie je, Fanny. Een wetenschap is zoals een loterij. Je kunt winnen en verliezen. Eerlijker kan dat toch? Maar je verdient toch geen geld op de rug van een vriend? Ja, maar volgende keer zal Xavier ook eens een recordpoging doen. En dan moet jij ook inzetten, hè? Ja, en wat gaat hem dan doen? Het record pint te drinken verbeteren, zeker? Ik blijf bij u tot ik er zijn. Jij gaat mee naar huis, kom. Jij moet morgen werken, vooruit. Ik blijf hier. Ik pak congé. Ja? Pakt u dan maar een goede advocaat. Salut! Morgen is keusdag, hè? Ja, maar. Niet vergeten, hè? God, zeg, blijf van mijn lijf. Merci, Xavier. Merci. Merci. Allee, vol, hè. Kom op. Pico. Oh, God. Volhouden, Pico, volhouden. Het is bijna rusttijd. Allee, jong. Kom. Het scheelt blijkbaar iets met zijn ademhaling. Betekent dit de ineenstorting? Kom, weg. Volhoud de Pico, volhoud de trappen, godverdomme! Pico, stop ermee. Pico, je maakt jezelf kapot. Doortje, als hij zo blijft voortdoen, krijgt hij nog een attack. Pico, stop. Doe niet zo van lachen. Nee. Kom, nog even. Niet stilvallen, vol op het rol. Stop. Pico, stop. Ik zeg je stoppen. Alsjeblieft, stop. Kom, nog even. Stop. Uw wekker loopt voor, zeker? Oh, ja, natuurlijk. Allee, wat? Het ideale moment voor een interview, beste luisteraars. De sportieve en extra sportieve spanningen vind ik in hoog tijd. Pico Koppers, 128 uur. Wij denken... Ja, kom, doe die micro weg, jij moet rusten. Jammer, meneer Boma heeft mijn exclusiviteit beloofd achter te komen. Zeker dat. Dat kan me niet schelen. Kom, ga weg, jij moet rusten. Pico, hallo, hoort u mij? Hallo, kom. Doe die micro weg, zeg. Het is gesproken, hoor. Wat hier? Kom. Ik doe een beroep op de grondwind. Zo die fris kan. Op de pit. Kom. En op de rechter. Kom, DDT. Ja. Vannacht plan S. Plan S? Sabotage. En ik besef nu pas, beste luisteraars, hoe hard het journalistenleven is. Tot zover, Mark vanuit de sanitaire installaties van Café de Kampioen. DDT heeft de fiets gesaboteerd. Dat was per ongeluk? Ja, per ongeluk.
Het wiel is geblokkeerd. Kom, Pico. Breng hem naar de kleedkamer. Kom. Arthur, tik je klok af en neem ze mee. Ja. En jij, vriend. Jij kunt ervoor zorgen dat die fiets zo rap mogelijk gemaakt wordt. Ja. Heb je dat goed verstaan? Dat was een idee van een Balthazar. Gewoon. De bal zit ook in het complot. Als Pico het niet haalt, hè, dan ligt je morgen in het hospitaal. Allee, zeg. Alle twee, hè. Allee. Dat mag toch, hè. Misschien, beste sportvrienden, heb ik hier ook een record verbroken. Mijn tegenstander is er niet later bijgekomen. Kun je nu geen moment in je klebbel houden, ja? Dat is toch mijn micro? Het zal gaan, ja! Wat een sabotage. Nog twee minuten, hè? We zitten veel oorlogsteams, Oscar. Oh ja? Ja. Uw materiaalmeester is zo stom geweest om zich te laten pakken. En hij heeft u verraden. Omdat je hem gemakkelijk zeker. Dat zijn bekentenissen onder het bank, dat telt niet. Je zult betalen, voorzitter. Je zult godverdomme betalen. En waarom dan? Hij is er nog niet, hè? Ik heb er nog gekend die net voor de meet van de stokken vielen. Luister, voorzitter, dat is de laatste keer. Mooi, van Vlaam! Je blijft het draaien. Je moet het draaien. 30 seconden. Pico, volhouden. Nog even. Niet stilvallen. Maat. Vriend. Alsjeblieft. Pico, niet stilvallen! Niet stilvallen! Allee, en aanblijven, dat is boerbedrog. Oh, allee, ga je waarschijnlijk een smolie zouden bedriegen. Kom, Pico, jongen, volhouden. Alsjeblieft! Nog even, 10 seconden. Pico, allee, niet stilvallen, Pico. Hij doet het stilvallen. Hij doet het vallen! Hij doet het, godverdomme! 5, 4, 3, 2, 1... Geef me plezier met een pot af. 37.000 frank. Merci, Xavier. Merci. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat ik mijn advocaat niet zal kunnen betalen. Allee, Carmen. Allee, vooruit. Als je mij in het trakteert. Ah! 50.000 frank voor ons steunfonds. Merci, Bieke. Maar pak die bokaal eens weg. Voorzitter. Ja. Hier is de 50.000 frank van de videocamera die je voor de club hebt gekocht. Ah. Alsjeblieft. Merci. En proficiat, hè. Hela. Maar zo gemakkelijk geraakt er niet vanaf, hè. Bieke. Die 35.000 frank van de middenstand, die zou je nu direct betalen. Oh ja, 50. Goeie rekening, goeie vrienden, hè, mannen? Ja. Voorzitter, eigenlijk zouden de club nog 20.000 frank moeten geven voor die weddenschap dat hem het niet zou gedaan hebben. Dat is geschreven, hè. 15, hè. Allemaal gezien? Ja. 16. Ja. 17. Ja. 18. Ja. 18. Ja. Ja. Kun jij dat niet voorschieten? Nee. Natuurlijk, er zijn genoeg getuigen. Zeg, Pascalke, gaat jij uit of zo? De vrouw van een trainer die moet er toch een beetje chic uitzien met zo'n gelegenheid. Ja, waar de ringen markeren. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. En ik wist ook dat er deze week goed verteerd zou worden, dus... Voorzitter, wat vind je ervan? Het is precies de versierde kerstboom. En? Kom hier, mijn kampioen. Hey, mannen, wacht. We zijn nog iets vergeten, hè? Bieke, kom aan, mannen. Zo te horen, luisteraars, mikt men naar een nieuw wereldrecord. En hoeveel uren is dat wereldrecord? 350 uur. Wat? Oscar! Oscar! Kom maar!